Hallo en welkom bij deze screencast waarin ik je toon hoe je de selfie-vragenlijsten kan gaan bewerken. Nadat je op het dashboard eerder al de algemene gegevens voor jouw school als ook de links naar de selfie-vragenlijsten hebt ingesteld bij stap 1, kan je nu overgaan naar stap 2, de vragenlijsten bewerken. Kies het juiste onderwijsniveau waarvoor je de vragenlijst wilt gaan bewerken, zodat je op dit scherm terechtkomt. Het selfie-onderzoek bestaat uit een aantal kernstellingen. Dit zijn stellingen die je niet kan gaan wijzigen, maar het is ook mogelijk om een aantal extra stellingen of vragen toe te voegen via facultatieve stellingen. Het is zelfs mogelijk om tot maximaal 8 zelfgekozen stellingen te gaan bepalen en toe te voegen in het onderzoek. Als we de kernstellingen even gaan bekijken, dan zien we dat het selfie-onderzoek bestaat uit een aantal selfie-gebieden. Deze gebieden gaan van leiderschap over infrastructuur tot nascholing, onderwijzen, evaluatie enzovoort. Als je een gebied openklikt, dan krijg je te zien welke stellingen deel uitmaken van het onderzoek. Je ziet hier ook of deze stelling deel uitmaakt van het onderzoek voor leerlingen, onderzoek voor schoolleiders of het onderzoek voor leerkrachten. Bij keuzes krijg je de verschillende antwoordmogelijkheden en de hulptekst helpt de personen op weg om deze stelling te beantwoorden. Wil je extra vragen toevoegen aan het onderzoek, dan klik je op facultatieve stellingen beheren. Ook hier zien we een aantal selfiegebieden terugkomen. Is jouw school bijvoorbeeld bezig met Bring Your Own Device, dan lijkt het me nuttig om deze vraag toe te voegen aan het onderzoek. Vink alle vragen aan die je wilt toevoegen aan het onderzoek. En klik dan op de geselecteerde vragen bewaren. Wil je zelf stellingen toevoegen, dan klik je op eigen stellingen beheren. Door stelling toe te voegen, bepaal je zelf welke stelling je wilt gaan laten deel uitmaken van het onderzoek. Deze stellingen maken gebruik van dezelfde antwoordschaal die ook wordt getoond bij andere selfie-vragen. En in de velden hieronder kan je jouw stelling gaan ingeven. Hier is het ook mogelijk om een hulptekst toe te voegen. Het is ook mogelijk om van iedere vragenlijst een voorbeeld te gaan bekijken. Ik wens je veel succes bij het uitvoeren van het selfie-onderzoek.